All right, hallo en goedenavond iedereen en welkom op dit, ja, een beetje last minute webinar zal ik het maar noemen. Ik kreeg ineens vandaag het idee om nog een webinar te doen vanavond. Prima, dus een beetje de reden waarom ik dit webinar deed is eigenlijk dubbel. Ten eerste zag ik toevallig vandaag dat er een interessante promo loopt op Topaz Sharpen AI, waarbij dat je 25% korting geniet. Dat is natuurlijk sowieso interessant. En bovendien ga ik straks vertellen dat er nog eens extra 15% korting via mij te regelen valt. Dus het is echt wel de moeite. Als je leuk vindt wat ik je toon vanavond, dan is nu wel het moment om er misschien op in te tekenen. Maar ten tweede wou ik eigenlijk ook een soort van test doen, want ik heb wat nieuwe apparatuur, want ik heb namelijk aanstaande maandag heb ik een belangrijk webinar met Tom Museo. Ik ga daar straks nog wat meer over zeggen, maar het webinar LED Light Flash. Sommigen onder jullie zijn daar misschien op ingetekend, laat het even weten in de chat als dat het geval is. En ik heb wat nieuwe hardware gekocht voor dat webinar, want die webinars, daar moet continu in geïnvesteerd worden. En ik wou dat eigenlijk testen vooraleer ik het webinar van maandag geef. En ik dacht, wel, ik ga gewoon vanavond een testwebinar doen en ik ga vlug een nieuwsbriefje versturen. En ja, als we misschien 20, 30 man hebben, dan is dat voldoende om te testen. Het grappige is dat er eigenlijk meer mensen op dit webinar ingeschreven zijn, het testwebinar voor de hardware, dan op het webinar van maandag aanstaande. Maar goed, tot nu toe lijkt alles goed te gaan. Dus we zullen maar hopen dat het zo blijft. Alright? Goed. Normaal heb ik ook wat slides voorzien, maar we gaan eigenlijk gewoon direct erin vliegen, want het is vrijdagavond en ik wil niet te veel van jullie tijd in beslag nemen. Eigenlijk kan ik alles wat ik wil tonen in theorie op een kwartier tonen, maar ik ga jullie wat meer voorbeelden geven, omdat het echt wel, vind ik zelf, de moeite is. Dus ik ga even switchen naar mijn scherm met mij in het klein. Dit zijn de foto's die we gaan bekijken vanavond. Dat zijn trouwens voor het grootste stuk foto's die ik ooit eens van een aantal onder jullie, en misschien zitten onder jullie te kijken, gekregen heb. Omdat ik vorig jaar een oproep gelanceerd heb van ja, kijk, hebben jullie foto's waarvan jullie niet helemaal tevreden zijn over de scherpte ervan? En jullie hebben toen foto's opgestuurd. Ik heb vorig jaar al een webinar gegeven over Sharpen AI. Ik heb toen een aantal foto's gebruikt. Een aantal dezelfde, een aantal nieuwe zitten er vanavond in en we gaan dus opnieuw eens kijken. Oké. Ik ga trouwens vanavond vooral Sharpen AI tonen. Ik ga het niet hebben over verscherpen in Photoshop en in Lightroom, maar neem het van mij aan dat sowieso Sharpen AI een pak beter is dan wat je in Lightroom of Photoshop kan doen. De verscherping die je in Lightroom en in Photoshop vindt, dat is eigenlijk maar bedoeld om heel basic verscherping te doen. Maar van het moment dat je echt een probleem hebt in een foto waarvan je denkt van ja, dit is spijtig genoeg, ja, ik heb de focus wat gemist, de focus ligt op de achtergrond in plaats van de voorgrond, of er is een duidelijke onscherpte, dan kunnen Photoshop en Lightroom je niet helpen. Het enige wat je gaat doen is als je in Lightroom en in Photoshop alle schuifregelaars vol een bak zet, om het zo te zeggen, is dat je geweldige halo's gaat introduceren. Wat maakt Sharpen AI interessant? Wel, dat is die AI in de naam. Het algoritme van Sharpen AI is getraind op basis van miljoenen voorbeeldfoto's van scherpe en onscherpe zaken van foto's en is daarop getraind om eigenlijk details te herkennen en op een intelligente manier te kunnen interpoleren. Terwijl dat de verscherping in Lightroom en Photoshop eigenlijk puur contrasten aan randen van lichte en donkere pixels gaat overdrijven en daardoor de illusie van scherpte gaat creëren, gaat Sharpen AI werkelijk dingen als het ware gaan uitvinden. Het weet hoe bijvoorbeeld de menselijke huid eruit ziet, het weet hoe de texturen van vogels eruit zien, van pluimen van vogels en zo, en het gaat op basis daarvan dingen gaan interpoleren op een intelligente manier. En dat is het grote verschil. Nu, omdat je dat niet van mij moet geloven, ik ga de eerste foto die ik er even wil bijhalen, is deze hier. En dit is iets wat ik al voorbereid heb. Dus we gaan het niet helemaal doen. We gaan straks Sharpen AI in actie doen. Maar ik wil je hier gewoon eventjes tonen waarom ik voor de rest van de demo zelfs Photoshop, ik ga het gebruiken als een
als het pakket waarin ik Sharpen AI draai, in dit geval, maar je kan het ook in Lightroom of als een standalone, maar ik ga niet meer verscherpen in Photoshop, gewoon omdat ik je hier als vertrekpunt wil tonen dat verscherpen in Photoshop voor dit soort foto's geen nut heeft. Oké, dus wat heb ik gedaan, om het even te tonen? Ik heb een foto genomen. Dit is mijn originele foto en ik ga even inzoomen op 100%. Dat doen we met op de Mac met Command 1, op Windows met Control 1. En dan zie je dat die foto wel degelijk heel mooi scherp is. Zeker zijn linkse oog is scherp. Het rechtse oog is iets minder scherp, maar dat heeft niks met onscherpte te maken. Dat is gewoon omdat het met een 110 f2 van Fujifilm, de GFX, gefotografeerd is. Ja? Oké. Goed, dus wat ik dan gedaan heb, is ik heb die foto, de laag, twee keer gedupliceerd en ik heb de ene laag heb ik 2 pixels geblurred. Dus gewoon filter Gaussian blur in Photoshop 2 pixels. Ja? En in de andere laag heb ik een motion blur van 15 pixels gedaan. Dit eigenlijk, hiermee wil ik gewoon onscherpte van een lens simuleren. Hiermee wil ik simuleren dat je eigenlijk je camera bewogen had tijdens een trage sluitertijdopname. Ja? Oké. Dus dat en die twee heb ik dan geprobeerd om te verbeteren. Een keer met Photoshop en een keer met Sharpen AI. En die vergelijking wil ik nu maken. Dus oké. Dus we gaan even ten eerste de correctie van de Gaussian blur erbij halen. Dus dit is het origineel. Dit is onze Gaussian blur, dus de 2-pixel blur. En dit is hoe ik in Photoshop dat kon verbeteren. Met mijn kennis, met mijn ervaring in Photoshop, dit is het beste wat ik in Photoshop kon doen. En dan zie je dat dat toch niet echt geweldig is als we dat vergelijken met het origineel. Ja? Oké. Nu moet je eens kijken, want wat ik hier nu toon, is dezelfde 2-pixel geblurde foto, dus deze hier voor alle duidelijkheid, maar gecorrigeerd in Sharpen AI. Ja, dus ik ga je niet het proces tonen, dat heb ik op voorhand gedaan, maar dit is het resultaat van Sharpen AI. Dus we gaan ze even onder elkaar tonen. Dus dit is Sharpen AI gecorrigeerd, dit is Photoshop gecorrigeerd. Ja. Kijk eens naar de details in die snor bijvoorbeeld. Sharpen AI, Photoshop. Kijk naar het detail hier in de textuur van de tulband. Sharpen AI, Photoshop. Kijk gewoon naar zijn linkeroog, dus het camera-rechtse oog. Sharpen AI, Photoshop. Dus ik denk dat het redelijk duidelijk is dat Sharpen AI in dit geval Photoshop gewoon naar huis blaast. Ja, oké, goed. Dus dat was de eerste test die ik gedaan had. De tweede test, herinner je, is dus had ik ook de foto 15 pixels motion blur opgestoken. Dat is al een behoorlijke motion blur. Dus om te simuleren dat ik mijn camera niet helemaal recht gehouden had. Oké. Dus dit was de probleemfoto. Dit is wat ik... Photoshop heeft een filter shake reduction. Ik kan het je zelfs niet meer tonen op mijn Mac, omdat mijn Mac is een M1 Mac. En shake reduction is zelfs niet gebruikbaar op een Mac met M1. Dus het enige goede filter dat Photoshop in huis heeft om dit soort problemen op te lossen, is op M1 Macs zelfs niet meer bruikbaar. En dan nog, ik bespaar je de moeite, want kijk, dit is het resultaat dat Photoshop ervan gemaakt heeft, met een filter waarin ik zelfs specifiek, omdat ik wist wat de fout was die ik gemaakt had, namelijk 15 pixel blur op 45 graden, ik kon zelfs de waardes ingeven in het filter, wat eigenlijk een beetje vals spelen is in het voordeel van Photoshop. En dan nog bakt Photoshop er dit van. En dit is wat Sharpen AI ervan bakte. Ja? Dus opnieuw, dag en nacht verschil. Dit is Sharpen AI, dit is Photoshop. Sharpen AI, Photoshop. Dus eigenlijk zou ik, daarom dat ik zeg, eigenlijk heb ik maar 15 minuten nodig om Sharpen AI voor te stellen, want in principe denk ik dat een aantal onder jullie die het nog niet hebben misschien, zeggen van oké, Piet, waar moet ik dat kopen? Dat komt. Dus dat is gewoon waarom ik in de rest van de avond het niet meer zal hebben over Photoshop. Waarom je ook volgens mij niet moet denken, Photoshop kan dat toch ook? Nee,
Photoshop kan hele simpele verscherpingen doen van capture sharpening, een beetje output sharpening. Als je gaat printen, een klein beetje extra contrast aan die randen toevoegen, omdat het in de print toch weer verloren gaat. Daar is Photoshop oké voor, maar voor probleemfoto's, no way. Oké, goed. Nu we dit achter de rug hebben, kan ik eventjes naar mijn andere voorbeelden gaan. Ik ga beginnen hiermee, een foto van Urbain Smits. En Sharpen AI is ook een pakket waar je voor alle soorten foto's kan gebruiken. Je kan het zelfs voor je smartphone foto's gebruiken, daar heb ik nu geen voorbeeld van, maar ik weet dat bijvoorbeeld zeker een doelgroep die daar heel graag gebruik van maakt, dat dat wildlife fotografen zijn. Want wildlife, ik heb daar heel veel respect voor, dat is rondsleuren met heel zware lenzen, de hele dag in een brandende zon in een jeep zitten en zo. En dan is het altijd het probleem dat, heb ik horen zeggen, dat je lens is nooit snel genoeg, je sluitertijd is nooit kort genoeg. Het is altijd een compromis, want die hele goede lenzen kosten een fortuin. En dus vaak heb je bij wildlife foto's toch het probleem zo van dat de scherpte net dat tikkeltje meer mocht zijn. En in dit geval, denk ik, hebben we dat ook. Als ik even inzoom, dan zie je, dus dit is op 100%. Dus als we eventjes ons spatiebalk indrukken, dan zien we dat eigenlijk het scherpste deel van de foto is de neus. Ja, dat is natuurlijk niet slecht, maar het zou wel leuk geweest zijn als het oog ook scherp was geweest. Ja? En ja, dat is hier dan toch weer wat minder. De wimpers, om het zo te zeggen, de vacht rond het oog is redelijk scherp, maar het beeld mist in zijn geheel toch een klein beetje acuïteit die het zou ten goede kunnen komen. Dus wat gaan we doen? We gaan gewoon kiezen filter Topaz Labs Sharpen AI. En we gaan eens zien. Oké. En dus, zoals ik al zei, je kan Topaz als een standalone gebruiken. Ik gebruik het hier nu gewoon voor de demo als een plugin in Photoshop. En dit is dus versie 4. 4.0.2 ondertussen. En wat is er vernieuwd? Wel, ten eerste, het is sneller geworden. Wat dat goed nieuws is. Het is nog altijd, voor alle duidelijkheid, geen snelheidskanon. Maar het is echt wel flink versneld. Ja, dus dat is plezant om weten. Ten tweede, de interface is ook een beetje vernieuwd. Dat is ook wel leuk. Maar heel belangrijk, er is ook een nieuw model. En dat heet standaard. Nu, je kan kiezen, en eerlijk gezegd, dat is wat ik meestal doe. Ik zet meestal het Sharpen model op automatisch via deze switch hier. En dan kiest hij eigenlijk zelf wat hij denkt dat het beste algoritme is. Want je hebt hier dus al die algoritmes hier. En als je die alle, hoeveel zijn er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, het zijn er 10. Als je die alle 10 wil uitproberen, dan vraagt dat best wel wat tijd en moeite en soms voor een heel klein marginaal nut. Ja? Dus ik vraag het aan onze software en dan gaan we eens kijken. Dus we gaan eventjes de split view uitzetten en ik ga hem in side-by-side view zetten. En dan gaan we eens kijken naar het verschil. En ik weet niet of jullie het zien doorheen de internetcompressie, maar hier bij mij ziet dat er inderdaad al een mooi pakje scherper uit. Het is nog niet zo scherp als dat ik zou willen misschien, maar wat ik kan doen is natuurlijk, ik heb hier nu één algoritme gebruikt, en dat is het leuke bij Sharpen AI. Wat ik nu kan doen is klikken op dit icoontje en ik kan naar Comparison View gaan. En ik onthoud gewoon dat dit Out of Focus Normal is, dus we gaan nu naar Comparison View en nu kunnen we vier verschillende algoritmes vergelijken met elkaar. Dus deze was ik wel blij over, dus ik laat die staan. En wat ik nu ga doen, is ik kan hier tot drie andere erbij halen om te vergelijken. En bijvoorbeeld hier heb ik Out of Focus Very Blurry. En ik kan ook nog, ik heb hem hier nog eens, dus ja, dat is natuurlijk geen nut van die twee keer te hebben. Dus ik ga hier bijvoorbeeld een keer kijken wat Motion Blur Very Blurry zou doen. En ik ga hier even kijken, ik ga deze ook selecteren, en ik ga hier bij Too Soft ga ik ook Very Blurry kiezen. Ja? En je ziet wat er gebeurt, hij moet de eerste keer dat je zo'n algoritme gebruikt, moet hij dat downloaden, maar dat is ook maar één keer. En dan kan ik nu eigenlijk heel goed vergelijken. En als ik nu aan het kijken ben, dan heb ik zo het gevoel dat van
deze vier hier, ik weet niet wat jullie denken, maar die eerste hier, waar ik eigenlijk best wel tevreden over was, als ik hem vergelijk met de autofocus Very Blurry, dan vind ik dat hier het oog toch net nog dat tikkeltje scherper is, zonder dat ik problemen begin te krijgen. Ja? Terwijl dat hier bijvoorbeeld bij Motion Blur, Very Blurry, is dat oog ook wel mooi scherp, maar ik vind dat de wenkbrauwen, of de wimpers om het zo te zeggen, er hier toch een beetje digitaal beginnen uit te zien. Ja? En dan bij de Too Soft Very Blurry, ja, vind ik minder goed dan deze. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik vind dat de Out of Focus Very Blurry de beste is. Dus ik ga hier even op klikken. Wat ik nu nog kan doen, is dit nog gaan verder tweaken. Maar dit staat dus ook op manueel. Maar eerlijk gezegd, dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Omdat de kwaliteit die je nog kan winnen, eigenlijk bijna ja, niet veel beter is, of niet de moeite is volgens mij, voor het wachten op het uitrekenen ervan en zo. Dus ik ben in dit geval tevreden hiermee. Dus wat ik ga doen is klikken op Apply en dit wordt nu uitgerekend. En je ziet dat het echt wel, ja, voor degenen die ooit de oude webinars gevolgd hebben, het is echt wel serieus wat sneller geworden. In dit geval wordt het uitgerekend op dezelfde laag. Ik had het eigenlijk beter op een andere laag gedaan om het verschil te kunnen zien. Maar goed, ja, we hebben het eigenlijk al in de plugin gezien. Ja, oké, goed. Sowieso is het een goed idee om je laag eigenlijk te dupliceren, omdat je dan ook eventueel met laagmaskers kan werken en de verscherping bijvoorbeeld enkel lokaal kan inschilderen ter hoogte van de ogen. Maar goed, dat ben ik nu eventjes vergeten. Alright, goed, we gaan even naar een tweede foto. En dit vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Dus hier hebben we ook weer, ja, van ver ziet alles er. En dat is ook een beetje het probleem dat ik vaak heb met foto's te beoordelen op het LCD'tje van je camera. Het ziet er altijd wel goed uit, maar dan zoom je in achteraf en dan kom je tot deze vaststelling van oei, dit is toch niet helemaal de scherpte die ik voor ogen had. En dat is dan jammer, want het is op zich wel een mooie foto. Ja? Oké, dus geen probleem. Ik ga mijn laag dupliceren, nu ik eraan denk. Command-J op Mac of Control-J op Windows. En ik kies Filter, Topaz Labs, Sharpen AI. Alright, goed. En we gaan eventjes, dus als je in de comparison view staat, dan kan je niet de automatische selectie laten kiezen. Dat vind ik een beetje jammer, dus ik ga mij in single view zetten hier, of in side-by-side view. En ik ga terug zeggen van, kijk, wat kies jij? Out of focus, very noisy. Nu, ik ga eigenlijk wel haar rechtse oog, dus het camera linkse oog, nemen. En je moet eens kijken wat er hier al gebeurt qua reconstructie van die wenkbrauwen. Dat is inderdaad zeker niet slecht. Maar ik ga deze opnemen, out of focus, very noisy, in mijn vergelijking hier. Dus ik ga hier kiezen voor out of focus, very noisy. Oké. Maar ik ga er toch nog eens, omdat ik het wel de moeite vind, en ook omdat het een demo is, een aantal andere bijhalen. En ik ga bijvoorbeeld, dus om een preview toe te wijzen aan een van die vier kwadranten, moet je dus eerst klikken, zodanig dat je het hier in het blauw hebt, en dan kan je hier een andere kiezen. Wat ik hier wil doen, is inderdaad out of focus, very blurry kiezen. Oké. En misschien, ik dacht dat er misschien ook motion blur in het spel was, dus ik ga motion blur normal even kiezen. En ik ga ook eens dat nieuwe standaard algoritme kiezen. Dat ga ik hier toepassen. Standaard. Ja? Oké. En dan gaan we eens kijken. We gaan eventjes dat een klein beetje hoger zetten, dat we ook dat we het oog en de wenkbrauw alle twee hebben. En nu is hij dat opnieuw aan het uitrekenen. Oké. En dan heb ik de indruk dat eigenlijk, ja, dat het toch, dit levert te veel neveneffecten op, naar mijn smaak. Dit hier, motion blur, doet echt niet veel. Dus ik denk dat het tussen deze twee hier gaat. Out of focus, very noisy, of out of focus, very blurry. En ik heb een lichte voorkeur voor out of focus, very blurry. Dus we gaan deze kiezen. Ja. Ik ga terug in mijn single view weergave en hij gaat dat uitrekenen. Oké. Wat je nu kan doen, want je ziet dat dit introduceert ook wel een beetje huiddetail dat door de artificiële intelligentie gereconstrueerd wordt, maar ook wel wat extra rimpeltjes. En wat je zou kunnen doen,
is zeggen van ja, eigenlijk gaat het er mij vooral om dat die ogen scherp zijn, want dat is waar iedereen naar kijkt. Ja? Die huid, dat hoeft niet zozeer. En dan kan je twee dingen doen. Ofwel reken je het hier uit en dan in Photoshop pas je een laagmasker toe. Ja? Maar je kan het ook in de plugin zelf doen. Dat is het leuke. Je hebt hier, het is heel hard verborgen, maar je hebt hier een maskericoontje. En als je hierop klikt, en dan heb je hier je penseel. En je kan nu toevoegen of verwijderen. En wat ik eigenlijk wil doen, is dat ik het volledige effect wil hebben ter hoogte van de ogen, maar ik wil het voor de helft verwijderen overal elders. Dus hoe kan ik dat doen? Wel, ik kan mijn opacity, dus ik ga verwijderen, maar ik ga niet 100% verwijderen, want dan zou ik het volledige effect wegschilderen. Ik ga 50% verwijderen. En ik ga mijn penseel heel groot maken. Oei, dat is een beetje overdreven groot, misschien zoiets. Ja. En ik ga het ook vrij zacht maken, zodanig dat ik netjes ja, de overgang tussen 100% en 50% van het effect, dat zeer los gebeurt. Oké. En dus wat ik nu ga doen, is, ik wil het effect bijvoorbeeld van de verscherping eigenlijk ook niet op die achtergrond hebben. Dus daar ga ik het ook wegschilderen. Dus, oké, ik pak mijn, in dit geval ga ik het hier doen op mijn XP Pen tablet. Dus wat ik ga doen is eigenlijk zeggen van, kijk, ik wil het op het gezicht, of overal eigenlijk, gaat wegschilderen aan een ratio van 50% op de huid. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja? De mond en zo ga ik wel laten, maar de huid maar 50%. Op het textiel mag het voor mij 100%. En eigenlijk de achtergrond wil ik het helemaal weg hebben. Dus ik ga op de achtergrond ga ik de dekking van mijn subtract op 100 zetten. En dan kan ik het hier op de achtergrond helemaal. Dus voor mensen die zeggen, ik heb eigenlijk ja, Photoshop lagen, of ik gebruik Photoshop niet, misschien wil je het als een Lightroom plugin gebruiken, weet dus dat je eigenlijk selectief het effect kan gaan inschilderen via de tools die er hier in Sharpen AI zelf aanwezig zijn. Ja? Voilà. En op deze manier zie je dus wat ik nu eigenlijk geschilderd heb, is het effect. Alles wat dan grijs is, is 50%. Alles wat dan wit is, is 100%, de ogen en de mond. En dan alles wat zwart is, en ja, ik heb het nu niet helemaal perfect gedaan, dat is helemaal niet verscherpt. Okay? En ik kan nu klikken op Apply. En dit wordt uitgerekend en toegepast. En het zal sowieso nog eens op een aparte laag komen, omdat ik het de laag eerst gedupliceerd had. Dus ik heb eigenlijk alles wat ik nodig heb. Okay? Goed. En voilà. Dus even als we inzoomen op 100%. Dit is de voor, dit is de na. En dan denk ik toch dat dat een serieuze, significante verbetering is. Ja? Goed, terwijl we hier bezig zijn, wil ik nog even een plugje maken. Want ik heb op 15 maart heb ik een webinar over portretretouche met Lightroom en Photoshop. Vooral met Photoshop eigenlijk. En wat ik daar ga doen, is 4 nieuwe AI-plugins tonen, die dus net zoals AI is nu het grote woord, hè, Sharpen AI, gebruikt artificiële intelligentie, wel de plugins die ik op 15 maart ga tonen, zijn plugins om huid te retoucheren, om portretten te retoucheren. En die doen dat geweldig goed. En dus in dat webinar van 15 maart ga ik niet alleen dus ik ga telkens een plugin tonen en ik ga de manuele manier in Photoshop tonen om het probleem op te lossen en dan de plugin. En natuurlijk zal blijken dat de plugin een gigantische timesaver is, maar omdat die plugins ook geld kosten natuurlijk, wil ik je zo goed mogelijk informeren van welke plugin levert welke tijdsbesparing en welk effect op. Wat ik hier ga doen is gewoon eventjes, ik heb een handeling gemaakt die 4 plugins gewoon achter elkaar afspeelt en ik ga dat gewoon eventjes toepassen hier, zodanig dat je het effect ziet. En mocht je nog willen inschrijven voor dat webinar, tot 10 maart, het kost amper €7,95. Ik heb de prijs echt laag gehouden. Ik zal even de inschrijflink ook tevoorschijn toveren, mocht je daarop willen intekenen. Dus het is even, omdat uiteindelijk, ja, je hebt al wel een scherpe foto, maar je moet hem misschien nog een beetje extra verbeteren. En dat
gebeurt hier nu allemaal? Dus het is allemaal aan het lopen. Het duurt ook, het gaat ook supersnel. In dit geval denk ik, ja, minder dan een minuut en we zijn erdoor. En voilà, oké. Okay. Hij is nog bezig, sorry. Hij is nog bezig. Oké, okay, goed. Dus ik ga gewoon, kijk, dit is de voor, dit is de na. Dus wat er hier gebeurd is, is dat de huidtinten geëgaliseerd zijn, de huidoneffenheden zijn weggewerkt, de huid is gladder gemaakt. En er is, en dat vind ik de leukste, dat is als ik maar één van de vier plugins zou aanschaffen, dan is het die. Dat is de contouring plugin die er eigenlijk voor gaat zorgen. Kijk, dit is het effect van de contouring plugin. Die gaat de gezichtsfeatures, een beetje zoals met digitale make-up, bepaalde delen van het gezicht lichter maken, bepaalde delen donkerder, zodanig dat je eigenlijk ja, de karakteristieke gezichtskenmerken eigenlijk gaat extra accentueren. Geweldige plugin. Meer over die plugins dus de 15e maart en je kan je inschrijven via de link die je daar ziet. Oké, okay, goed. Dus van een, ik denk een Iraanse vrouw, het leek mij een beetje Iran, ik heb er zelf nog rondgelopen, naar een bird in flight, geen probleem. Topaz doet het allemaal. Dit vind ik ook een mooie, omdat dit is ook, dit is een, voor mij, ik ben geen wildlife fotograaf, maar ik zie wel, ja, natuurlijk dat dat een heel mooie pose is, om het zo te zeggen. Maar, wat is het probleem? Ook weer hier, ik denk, ga eens kijken naar de EXIF info. Dit is gemaakt op een 640ste. Zie je, ISO 1250, dus al een redelijk hoge ISO. En ik vermoed dat, ja, ofwel is er ergens qua focus, ofwel was die sluitertijd niet snel genoeg. Maar als je dus inzoomt, we gaan even command 1 doen. Je ziet dat die paal zelf eigenlijk echt wel super scherp is. We zien al een klein beetje ruis op de achtergrond. Maar wat zien we ook? Dat is dat als we de vogel bekijken, de arend, ja, dat is een ander verhaal. Eigenlijk is die toch weer echt ja, niet zo scherp als het zou moeten. En ik vermoed als de fotograaf zelf ook gewild had. Dus we gaan eens kijken. Filter. Topaz Labs. Sharpen AI. En ik ga ook hier weer vragen aan de software van wat denk jij? En de software zelf stelt voor standaard. We gaan eens kijken. En ja, standaard. Als, kijk, dit is voor... Dit is na. Dus dit is denk ik sowieso al behoorlijk spectaculair. Want wat Sharpen AI ook kan doen, je moet eens kijken, voor zie je de ruis. Dus de foto is onscherp en heeft ruis. En in de na is de foto scherper en hij heeft minder ruis. Normaal is het altijd zo, gelijk in Lightroom en in Photoshop ook, als je de foto scherper maakt, ga je meer ruis krijgen. Doe je aan ruisonderdrukking, dan wordt die minder scherp. Maar Topaz slaagt erin om water en vuur te verzoenen en om, terwijl dat hij de foto scherper maakt, ook nog eens de ruis te onderdrukken. Dus dat vind ik op zich al heel spectaculair. Dus goed, ik ga deze vind ik zeker goed, dus ik ga deze zeker opnemen in mijn comparison view. Dus we gaan de standaard kiezen. Maar ik wil toch ook, omdat ik ben nog niet helemaal gelukkig ermee... Dus ik wil toch nog ook eens kijken naar een paar andere. En in dit geval, ik heb het ook al wel voorbereid om niet te veel tijd te verliezen. Dus ja, het is toch wel een beetje motion blur, denk ik. Dus wat ik heb de autofocus, very blurry. Ja? En ik ga hier even kiezen motion blur, very blurry. Ja? Oké. Okay. Goed. En als we... die dan vergelijken met de standaard of met de autofocus very blurry, ik heb de indruk dat de ja, ik ga eens bij de motion blur, ik ga even de automatische uitzetten en ik ga de remove blur op plus 100 zetten, dus dat is het zwaarste wat ik kan doen. En dan denk ik dat ja, onze motion blur very blurry toch wel het beste resultaat oplevert, alhoewel dat autofocus very blurry eigenlijk ook wel goed is op het eerste gezicht. Ik ga hier ook eens de removal op 100% steken. Het is niet evident. En soms kan het zelfs zijn dat bijvoorbeeld dat één algoritme, ik zeg maar iets voor de ogen en de bek, een bepaald resultaat oplevert en een ander algoritme een beter resultaat voor de veren. En opnieuw,
Het zou perfect kunnen als die foto heel belangrijk voor je is, dat je zegt, wel, kijk, ik ga twee lagen maken in Photoshop. Ik ga op de ene het algoritme toepassen waar de ogen en de bek goed uitkomen. Ik ga op de andere het algoritme toepassen waar de veren beter uitkomen. En ik met laagmaskers meng ik die twee met elkaar. Dat is perfect denkbaar. Hè? Goh, ik had eigenlijk in mijn voorbereiding had ik genoteerd van de motion blur, maar nu dat ik er hier naar kijk, vind ik de autofocus precies beter. Ja? We gaan het bij de autofocus very blurry houden, maar wat ik ook nog wil doen is, en dat kan soms een trucje zijn, ik ga een klein beetje korrel toevoegen terug, omdat korrel soms een beetje de illusie van scherpte kan geven. Dus ik pik er deze uit hier, de autofocus very blurry, ik ga terug naar deze weergave hier, en als ik nu een beetje korrel toevoeg, zoiets, niet overdrijven, maar een beetje grain, echt, in die veren die anders wat te glad gestreken lijken. Je kan dat ook in Photoshop doen, via Camera Raw, maar je kan het ook hier doen. Dan denk ik dat dat nog bijdraagt tot het realistische gehalte. Dus opnieuw, dit is voor, je moet eens kijken wat een verschil. Hè? Dit is na, vind ik toch wel weer behoorlijk spectaculair. Alleen, één ding is belangrijk, als we nu gaan kijken naar die paal die al perfect scherp was, die is nu oververscherpt. Dus wat kunnen we doen? Opnieuw, ik zou dat kunnen doen in Photoshop, maar het is een webinar over Sharpen AI, niet over Photoshop. Dus wat ik jullie wil tonen is, we kunnen hier eigenlijk zeggen van, kijk, we gaan naar onze maskers en we kunnen zeggen van, sowieso, er is ook AI in de selecties. Dus je kan zeggen van, kijk, selecteer eens automatisch het onderwerp. En nu heeft hij dus, wat ik wil, die verscherping niet toepassen op de achtergrond. Dat heeft geen nut, want die was sowieso out of focus. Dus hier heeft hem eigenlijk het onderwerp geselecteerd wat de vogel is met de paal. En wat ik nu kan doen, is hier weer van aftrekken, maar ditmaal met een dekking van 100%, die paal in kwestie. Ja? Dus zie je, op deze manier, ik ga even mijn grafisch tablet erbij halen. Zo. Ja, voilà. En zo kan ik dus in die Sharpen AI het effect van mijn verscherping gaan dirigeren naar enkel hetgeen wat nodig had. Want anders, wat een stuk van het probleem in deze foto is ook dat het contrastverschil of het scherpteverschil tussen die houten paal en de vogel zo groot is. Dus als ik ze alle twee extra scherper maak, ja, dan blijft het relatieve scherpteverschil opvallen. Terwijl als ik de paal niet extra verscherp, maar enkel de vogel, dan gaat het geheel beter in elkaar passen. Oké? Goed, dus ik klik op Apply. Dit past het masker toe. Ik klik nog eens op Apply. Dit past de verscherping toe. En dit zal nu naar Photoshop gestuurd worden. En ik denk dat ik terug vergeten ben van een aparte laag toe te voegen. Je kan het trouwens denk ik in de preferences ook instellen. Oké, ik ga even kijken of er hierover al vragen zijn. En zo niet iemand die zegt het gaat inderdaad een pak sneller. Ja, oké. Wim vraagt wat is het verschil met de vorige versie van verscherpen? Wel, er is dat nieuwe algoritme voor standaard. En dat is een belangrijk verschil. Hij is ook sneller. Wat er anders verandert, de interface is anders. Wat er anders veranderd is, ja, dat weet ik niet zozeer. Ik weet niet of dat de andere algoritmes veranderd zijn. Maar sowieso, als je Sharpen AI gekocht hebt, heb je sowieso altijd een jaar recht op updates. Ja? Ik ga straks nog wat meer vertellen over hoe je kan upgraden aan een voordeliger prijs en dergelijke. Ja, oké. Okay. Riet vraagt, je hebt tweemaal standaard gedaan en die zijn beide anders. Hoe kan dat? Wel, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je in de ene standaard de automatische instellingen voor verscherpen gebruikt hebt en in de andere standaard. Hey, want je hebt per algoritme nog eens de mogelijkheid om reduce noise en reduce blur individueel in te stellen. En dat kan op automatisch staan of het kan op manueel staan. En het kan dus perfect zijn dat je in je kwadrant, waar je vier opties hebt, dat je bijvoorbeeld in de ene optie de standaard hebt en in de andere de individuele. En dat kan bijvoorbeeld ook een manier zijn om dat kwadrant met die vier kwadranten te gebruiken om van één algoritme vier verschillende instellingscombinaties te gaan vergelijken met elkaar. Ja, oké. Okay.
Paul vraagt, wanneer doe je beste verscherping in de volledige bewerking? Goh, eigenlijk doe ik dat zelden in de volledige bewerking. Behalve misschien met landschapsfoto's die echt van voor naar achter scherp moeten zijn. Daar wel. Maar bij portretfoto's heeft het sowieso niet veel zin om de achtergrond die out of focus is, te verscherpen. Ja? Alhoewel dat Topaz er vrij goed in slaagt om eigenlijk dat te herkennen. En het gaat op die achtergrond gewoon de ruis onderdrukken. Dus op zich is het niet zo snel. Ben vraagt, Piet, gebruik je de M1 met 16 gigabyte geheugen? Ja, dit was in de tijd, toen ik hem een jaar geleden kocht, was dat de zwaarste M1 die ik kon kiezen. Dus dat is, en ik raad ook wel de versie, het is een Mac Mini dus, M1, 16 gigabyte geheugen. Ik denk dat ik een terabyte harde schijf genomen heb om wat marge te hebben, maar ik raad zeker die aan met 16 gigabyte intern geheugen. Ja? Ondertussen heb ik een MacBook Pro ook, en ik denk dat ik daar, weet ik het zelfs niet meer, 32 of 64 genomen heb, maar dat is natuurlijk omdat ik ook veel videobewerking doe van die webinars en zo, waar ik dat wel kan gebruiken. Oké, goed. Ik stel voor dat we hier eventjes pauzeren. Ik heb nog een drietal foto's voor jullie, dus we gaan even pauzeren. En in de pauze ga ik ook nog even de twee korte trailertjes laten lopen voor de twee webinars. Dus het webinar van maandag aanstaande met Tom Husseeuw. En daar heb ik nog goed nieuws voor, want eigenlijk is de early bird afgelopen, maar speciaal voor jullie die naar dit testwebinar kijken met de hardware voor het webinar van aanstaande maandag, wat dus LED Light Flash is over het gebruik van LED en flitslicht in een studio. We gaan een live fotoshoot doen, Tom en ik. We gaan daarna ook nog de foto's bewerken, dus het wordt super interessant. De early bird was eigenlijk voorbij, maar ik heb een kortingscode in het leven geroepen voor jullie. Dus als je nu vandaag nog intekent, als je het nog niet gedaan zou hebben, dan en je gebruikt de kortingscode die je hieronder in beeld ziet, de kortingscode is Sharpen, dan kan je nog intekenen aan het early bird tarief. Dus ik zie jullie graag terug binnen een goede 7 minuten voor het vervolg van het webinar. Tot straks. Mijn naam is Tom Husseeuw. En mijn naam is Piet van den Einde. Samen zijn we al meer dan 30 jaar professioneel bezig met fotografie. En bereiken we al duizenden enthousiaste fotografen via lezingen en workshops. Tom fotografeerde tientallen modecampagnes voor internationale bedrijven en gebruikt in zijn karakteristieke stijl een combinatie van bestaand licht, reflectieschermen en LED-licht. En Piet sleepte zijn flitsers al de hele wereld rond om reisfoto's die typerende schilderachtige look te geven. Wat ons verbindt, behalve het feit dat we alle twee West-Vlamingen zijn en van een goede trappist houden, is onze liefde voor licht. Ik werk meer met continu lidlicht en Piet werkt vooral met flitslicht. Wat beide soorten licht gemeenschappelijk hebben, is dat ze het mogelijk maken om zelf de richting, de kleur en de kwaliteit van je licht te bepalen. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste in fotografie. Omdat we zo vaak de vraag krijgen wat nu het beste is, hebben we besloten onze jarenlange ervaring met LED en flitslicht te bundelen in een uniek webinar. In dit webinar nemen we je mee op een live fotoshoot waarbij we zowel met LED als flitslicht aan de slag gaan. We tonen je hoe je snel en eenvoudig sprankelende portretten kan maken. In het tweede deel van het webinar toont Pietje een paar handige nabewerkingstechnieken om de gemaakte portretten nog kracht bij te zetten. We voorzien ook een live chat waarin je terecht kan met al je vragen. Aarzel niet en schrijf je nu in aan het early bird tarief. Kan je live niet kijken, dat is geen enkel probleem, want elke deelnemer ontvangt ook een replaylink om het webinar opnieuw te bekijken. En er is nog meer, want als deelnemer maak je kans op een fantastische prijs uit onze flashy prijzenpot die in totaal meer dan €2.500 bedraagt. Wil je meer weten hoe je met LED en flitslicht je portretfotografie naar een nieuw niveau kan tillen? Zorg dan dat je erbij bent op 7 maart. Tot dan! Heb je interesse in portretfotografie, dan mag je mijn volgende webinar absoluut niet missen. Op dinsdagavond 15 maart laat ik je kennis maken met de nieuwe generatie op artificiële intelligentie gebaseerde plugins om de meest uiteenlopende portretretouchetaken te vereenvoudigen. Van het wegwerken van rode vlekken over het automatisch elimineren van huidoneffenheden en het geloofwaardig toepassen van huidretouche tot het aanbrengen van contouren zoals je die normaal enkel ziet in de high-end fotomagazines en advertentiecampagnes. Met de plugins die ik je in dit webinar voorstel, kan je al deze taken in een fractie van de tijd uitvoeren die het je anders zou kosten om het manueel te doen. Het is bijna niet te geloven, maar deze volledige voor en na nam amper 1 druk op de knop en 30 seconden in beslag. 30 seconden. Interesse? Schrijf je dan als de gesmeerde bliksem in, want het aantal plaatsen is beperkt.
Onder de live-kijkers mag ik bovendien twee van deze revolutionaire plugins verloten. En voor wie niet in de prijzen valt, heb ik op 15 maart nog een mooie kortingscode. Als je ook maar iets of wat interesse hebt in het nabewerken van portret- of newborn-foto's, dan is dit webinar een must-see. Je moest al ingeschreven zijn. Alright, we zijn terug. Goed zo. Hopelijk heeft... Jullie hebben al iets kunnen drinken. Ik moet mij nog een beetje inhouden tot na mijn webinar. Dan drink ik traditioneel getrouw mijn trappist. Dus eigenlijk is het zo dat telkens ik zin heb in een trappist, denk ik van, ik moet dat eerst verdienen en dan geef ik een webinar. Maar goed, we gaan naar de volgende. Dat is deze hier. En ook hier weer een voorbeeld van een foto die ja, op zich... Ik zou zeggen, heel mooi moment, leuke glimlach van een meisje, dus het moment is goed, maar de scherpte ligt eigenlijk, ja, als ze al ergens ligt, eerder op die bloem en het gezicht is niet zo scherp als het zou moeten zijn. Druk je dat natuurlijk af op 10 op 15, dan gaat niemand dat zien, maar... Moet dit groot afgedrukt worden? Wat die ouders bijvoorbeeld zeggen van... Stel, ik ben beroepsfotograaf en die ouders zeggen... Wauw, geweldig, ik wil hem groot hebben. Dan heb je een probleem. Dus we gaan even de laag dupliceren. En we gaan even aan Sharpen AI vragen om dat aan te pakken. En opnieuw op het einde van het webinar zal ik je wel uitleggen van hoe je aan Sharpen AI komt. Wat de alternatieven zijn. Want er is ook nog de Image Quality Bundle die interessant is. Ik zal je alles vertellen over de kortingscode en zo. Dus dat komt... He, dus hier bijvoorbeeld heeft die motion blur very noisy gekozen. En stel dat het nu snel moet gaan, ja, dan ga ik... Kijk, dit is voor, dit is na. Ik denk dat dat verschil echt wel spectaculair is. Dus soms is het zo dat ik zelfs gewoon denk van... Ik neem gewoon wat hij mij hier voorstelt. Ik ga zelfs de moeite niet doen om de andere te bekijken. Kijk eens naar wat er gebeurt met dat kettingje hier. He, opnieuw voor, na... De verbetering door gewoon automatisch dit te kiezen is zo groot dat ik denk dat als ik nu nog 10 minuten langer in die foto investeer, ga ik dat misschien nog een paar procenten beter kunnen maken. Maar dan is de vraag van ja, is dat de moeite waard? Misschien als dat jouw kind is en het is jouw foto dat je daar een halve dag aan spendeert. Maar stel dat je beroepsfotograaf bent en je denkt van ja, ik heb hier nog wel wat foto's te bewerken, dan is dit goed genoeg, denk ik. Hè? Je moet soms is goed is goed genoeg. Oké, okay. Dus we klikken op apply. En ook hier weer wil ik gewoon nog eventjes voor de aardigheid die... plugins laten lopen waar dat andere webinar over gaat. Dus degenen die zich inschrijven voor het webinar, die krijgen van mij ook die Action trouwens cadeau. Natuurlijk, die Action gaat alleen maar werken als je alle vier de plugins aanschaft, maar op zich is het ook niet moeilijk om zelf zo'n Action te maken. Dus zoals ik al zei, de vier plugins die we in dat webinar gaan bespreken zijn een plugin om huidtinten te egaliseren. Kan super handig zijn bij newborn fotografie. Een plugin om grote huidproblemen zoals puistjes en zo weg te halen. Dan een plugin om de huid zachter te maken, wat normaal met frequency separation gebeurt en zeer arbeidsintensief is. En dan de laatste plugin, de leukste, de meest creatieve, zeg maar, is de plugin voor de contouring. En die gaat eigenlijk ja, bepaalde stukken van het gezicht lichter en donkerder maken. Een beetje zoals in het echt ook gebeurt met make-up, waar bijvoorbeeld de zijkanten wat aangezet zullen worden. Het voorhoofd wordt meestal wat lichter gemaakt. De zone onder de ogen wordt wat lichter gemaakt. En die plugin die simuleert dat eigenlijk. Deze duurt iets langer omdat het een hoge resolutiefoto is, maar ja, dit is ook iets wat je perfect in batch kunt laten draaien. Plus ik heb hier 37 verschillende programma's openstaan op mijn Mac, wat er ook natuurlijk geen deugd aan doet, ja. Maar we zijn er bijna, denk ik. Oké, ik ga ondertussen eens kijken of er nog vragen zijn. Werkt Sharpen AI ook beter op de RAW-file, TIFF-file, dan op de JPEG van dezelfde foto via de plugin van Lightroom Classic? Sowieso kan je aan Sharpen AI beter een TIFF geven dan een JPEG. Ja? Een 16-bit TIFF bijvoorbeeld heeft veel meer beeldkwaliteit dan een JPEG. Sharpen AI gaat eigenlijk niet, als je het gebruikt als een plugin, of dat dan nu in Lightroom of in Photoshop is, gaat Sharpen AI nooit op de RAW werken, want de plugin workflow is net dat het RAW-bestand door Lightroom of door Photoshop
geïnterpreteerd wordt en dan als een TIFF naar de plugin gestuurd wordt. Ja? Maar als je het als een standalone gebruikt, dan kan het wel natuurlijk de RAW's lezen, of toch de meeste RAW-formaten. Oké, we gaan eens eventjes een beetje uitzoomen hier. Dus kijk, dit is onze originele foto na Sharpen. En dan, dit is met de geëgaliseerde huid, met de clean-up. Nu, er was niet veel te clean-uppen, de smoothing en de contouring. Dus als je dat bekijkt, gewoon de voor en na, dit is voor, dit is na, dan zie je ja, dat dat toch wel, vind ik, een heel mooi professioneel resultaat oplevert. Vind je die contouring wat te sterk? Geen probleem, het staat op een aparte laag. Je kan altijd het effect wat dempen door het op 50% te zetten. Enfin, dat is nog eventjes wat reclame voor dat webinar van 15 maart. Ik ga nog even naar deze. Dit vind ik ook wel een hele leuke, want dit is echt wel een superprobleemfoto. Ik ga hem even openen. Dus wat hebben we hier eigenlijk? We hebben hier een voorbeeld van een scherpstelling die eigenlijk voor een stuk verkeerd gebeurt. Dus de scherpstelling is gebeurd, en dat gebeurt wel vaker, want uiteindelijk, scherpstelling, dat zoekt naar contrast in een camera, en de camera zal dat contrast in dat nettenwerk achter de hockeyplayer gezien hebben, en zal daarop gefocust hebben. En we hebben dus eigenlijk, er is één ding erger dan een onscherpe foto, en dat is een foto waar de scherpte verkeerd ligt, want dat is nog vervelender. Ja? Dus hoe kunnen we dat aanpakken? Wel, we gaan eens kijken. Ik ga sowieso de laag dupliceren en ik ga kiezen Filter, Topaz Labs, Sharpen AI. Ja, oké. Okay. Ik ga hier ook weer vragen welk model hij voorstelt. En in dit geval zie je ook wel weer dat, ja, dat het model dat hij hier kiest, Motion Blur Very Blurry, dat dat op zich wel goed is, maar het gaat ook wel die achtergrond verscherpen. Ja? Een beetje veel te veel eigenlijk. Ja? Dus wat we kunnen doen is, ik ga nu even voor de aardigheid niet nog de andere modellen bekijken. We zouden dat kunnen doen, maar laten we ervan uitgaan dat dit een goede is. Ja? Want ik wil jullie eigenlijk iets extra tonen en ik heb mijn tijd daarvoor nodig. Dus ik ga klikken op Apply om dit toe te passen op een aparte laag. En sowieso, hij heeft de achtergrond ook verscherpt. Maar wat ik nu kan doen, is ik kan ten eerste ga ik zeggen selecteren onderwerp. Ik ga mijn onderwerp selecteren. En dat doet Photoshop behoorlijk goed, maar niet perfect. Dus ik ga eventjes met dit hier, met mijn snelle selectiegereedschap, het nog wat verfijnen. En ja, je zou dit eigenlijk, als je het echt heel goed wil doen, ik ga je het principe tonen, maar als je het echt heel goed wil doen, dan zou je hier wel eventjes mee zoet zijn om die selectie hier van die hockeyspeler helemaal goed te krijgen. En ook van die stick, want die stick moet natuurlijk wel scherp blijven. Ik ga het wat snel doen. Ik wil je het principe tonen, zoals ik al zei. Dit ziet er allemaal redelijk goed uit hier. Dit ook. Ja. Oké, hier is een stukje verloren gegaan. Hier een stukje. Oké, goed. Hier hebben we nog een speelster. Hier moet het dotje in haar haar erbij komen. Voor de rest, dit is wat te veel. Option toets of alt toets indrukken. Hè? Dus ik selecteer eigenlijk mijn onderwerp. En wat ik nu ga doen, is een laagmasker toevoegen, waarbij ik eigenlijk die scherpgemaakte achtergrond verberg. Dus, want Sharpen AI heeft zowel de voor- als de achtergrond scherper gemaakt. Ik had kunnen de tools in Sharpen AI gebruiken, maar die zijn minder precies. En daarom dat ik eigenlijk gewoon de verscherping over de gehele foto toegepast heb. Maar nu met dit laagmasker heb ik op zijn minst, wat ik nu gedaan heb, is eigenlijk de, we zullen even kijken. Dus dit is zonder het laagmasker. Dit is wat Sharpen AI mij gaf. Dus heel de foto verscherpt. En die achtergrond was veel te lelijk verscherpt. Ja, die was overdreven verscherpt. Want die moest niet verscherpt worden, want die was al scherp. Dus Sharpen AI heeft dat overdreven verscherpt. Door dat laagmasker toe te voegen, is dit nu weer eigenlijk de oorspronkelijke achtergrond met de verscherpte voorgrond. En je ziet dat dat al een pak beter past. Maar wat ik zou kunnen doen om het helemaal goed te maken, is, we gaan eventjes hier een nieuwe
samengehoefde laag maken. De sneltoets daarvoor is Command Option Shift E op Mac of Control Alt Shift E op Windows. En dus ik heb nu eigenlijk een samengevoegde laag van die twee lagen, maar ik behoud de twee aparte lagen voor het geval ik er ooit nog wil op terugkeren. En nu zou ik bijvoorbeeld kunnen kiezen, gaan we een andere plugin gebruiken, namelijk onze goede vriend Luminar Neo of Luminar AI, het zit in allebei, de Portrait Bokeh AI plugin. Want wat ik nu eigenlijk wil doen, is mijn onderwerp scherp houden, maar de achtergrond een beetje blurren, zodanig dat we meer de focus op het onderwerp leggen en niet op die gerasterde achtergrond. Dus we gaan naar Portrait Bokeh AI. En ik ga het ook hier niet perfect doen, want dat zou te veel tijd vragen. Maar ik wil je het principe tonen. Dus als we hier eventjes inzoomen, dan zie je, dit is natuurlijk... ja, dit is wel heel leuk. Dan als we de blur op 100 zetten... Ja, dan zien we zelfs het hekwerk niet meer. En je ziet dat die foto natuurlijk veel fotografischer wordt. Het lijkt hier alsof we met een telelens gefotografeerd hebben. Maar we moeten het misschien wel wat realistisch houden. Misschien zoiets of zo. Ja. En het enige wat we hier nu moeten doen, is, maar het valt eigenlijk redelijk goed mee, heb ik de indruk, is eventueel met ons focuspenseel, mocht de plugin dingen gemist hebben, hier dingetjes gaan inschilderen en zeggen van ja, kijk, ja, bijvoorbeeld hier zie ik dat hij toch wel een stukje hiervan gemist heeft. Dus dat gaan we dan eigenlijk zeggen van ja, maar dat moet ook in focus zijn. Maar voor de rest, hier misschien die hockeystick. Ja, voilà. En dan kunnen we zelfs met onze dieptecorrectie, kunnen we nog gaan kiezen waar nu net. We kunnen zelfs de onscherpte voor de spelers gaan leggen. Dat is natuurlijk niet realistisch. Maar we kunnen dus hier gaan regelen vanaf waar dat die onscherpte begint te gebeuren. Nu, ik denk dat het eigenlijk wel min of meer goed was, zoiets bijvoorbeeld. Ja? Dus dat is een hele leuke. Wat hebben we hier gedaan? We hebben eigenlijk een foto waar de scherpte verkeerd lag op het netwerk achter de hockeyspeler in plaats van ervoor. Hebben we in twee stappen verbeterd. We hebben eerst de scherpte van de hockeyspeler zelf à point gebracht, om het zo te zeggen. Wat resulteerde in een veel te scherpe achtergrond. En dan hebben we die achtergrond in één stap terug de normale achtergrond gemaakt, via de laagmasker in Photoshop. En dan via Luminar AI of Luminar Neo, maakt niet uit, hebben we de achtergrond zelfs geblurred. Waardoor dat dit toch wel, denk ik, een heel indrukwekkend resultaat is. Ja? Dus je ziet dat je ook plugins, en dat is het leuke, hoe meer plugins je hebt, die plugins werken ook echt wel mooi samen met elkaar. Ja? Oké, goed. Voilà. Dus dit is wat ik hier nog rond wou zeggen. Nu wil ik nog eventjes het hebben met jullie praktisch over effectief van waar vind je ze. Wel, ik ga even de twee links op jullie scherm tevoorschijn toveren. Wat je nu te zien krijgt, zijn de aankooplinks voor Sharpen AI en voor de bundel. En dat wil ik nog even als slot van dit webinar vertellen, wat nu de prijzen zijn en zo verder. Dus, je kan Sharpen AI, als je na het zien van dit webinar zegt van, dat moet ik hebben, wat ik niet onterecht zou vinden, want het is echt waar de beste verscherpingsplugin die ik ken en die er gewoon ook is. En dat zeg ik niet alleen, daar is de hele fotovakpers het over eens. Je kan, Sharpen AI kost normaal $80. Ja? Tot, ik dacht, ik wil er vanaf zijn, 14 maart of zo, ergens tot halverwege maart, is hij in korting. En krijg je 25% korting, betaal je $60. Maar ik heb nog een kortingscode, MTW15. En met die kortingscode, als je die in het uitchecken ingeeft, er is ergens een vak discountcode of couponcode of hoe heet het, je vindt het wel. Als je MTW15 ingeeft, dan krijg je nog eens 15% korting op die $60. Dat is nog eens $9, betaal je $51. Dat is omgerekend, ik denk €45 of zo. En dat is echt geen geld voor, volgens mij, de beste verscherpingsplugin ter wereld. Het is een kooplicentie, dus sowieso kan je de versie van Sharpen AI die je nu koopt blijven gebruiken zolang dat je computer het blijft ondersteunen. Ja? Meer nog, je krijgt ook 1 jaar lang gratis updates. Dus mensen die binnen het jaar
Sharp en AI al gekocht hebben, deze versie 4 is gratis voor hen. Dus dat is ook niet onbelangrijk. En daarna kan je nog altijd de laatste versie die je hebt kunnen upgraden binnen dat jaar blijven gebruiken. Als je nu zegt van ja, ik heb het al langer gekocht en ik zou die versie 4 wel willen, dan kan je de link die je hier ziet gebruiken om naar de Sharp en AI website te gaan en in te loggen in je account. En als je dan een aankoop doet, dan zal je normaal gezien merken dat je een lagere prijs voor de upgrade voorgesteld krijgt, omdat je het al hebt. Dat zou tenminste het geval moeten zijn, toch? Ja? Oké. Goed. Nu, wat staat hieronder? De Image Quality Bundle, wat is dat dan? Wel, Topaz, de makers van Sharp en AI, hebben nog een aantal andere plugins. Twee zijn ervan belangrijk voor fotografen. De ene is Denoise AI, dat is eigenlijk de tegenhanger van Sharpen, waar dat Sharpen erin slaagt om foto's te verscherpen en ondertussen ook nog zelfs een beetje ruis te reduceren. Maar de focus bij Sharpen ligt echt op de verscherping. Doet Denoise het omgekeerde. Denoise is echt bedoeld voor foto's die eerder een ruisprobleem hebben dan een scherpteprobleem. En het gaat erin slagen om die foto's de ruis te verwijderen zonder de foto minder scherp te maken. Dus ze doen alle twee hetzelfde eigenlijk, of ze hebben dezelfde geweldige kwaliteit, maar het is gewoon, het hangt van de focus van het probleem af. Ja? En die Noise AI is dus ook een zeer goed product, ga het hier niet tonen. Ik heb er ook al webinars over gedaan, als het nog eens past, zal ik er nog wel eens over doen, als er nog eens een major update rond is. Maar je kan het dus ook apart kopen, maar stel dat je zegt ik wil ook die Noise kopen, dan kan je eigenlijk beter de Image Quality Bundle kopen, want de Image Quality Bundle, en ik ga er eventjes de link hierbij halen, als je de link volgt naar de Image Quality Bundle die je onder je scherm ziet, dat is de bundel van Denoise, Sharpen en Gigapixel. En Gigapixel is een plugin van Topaz om foto's te vergroten. Ja? En ik ga die nog even tonen, want die is ook behoorlijk spectaculair. Ja? En als je dus zegt van ik wil eigenlijk, ja, ik wil ze alle drie, wel, dan is er nu ook een promotie. En die promotie houdt in dat Sharpen AI, Gigapixel AI en Denoise, dat die samen kost die normaal $260. Nu kan je die kopen voor $160. En mijn kortingscode MTW15 geldt daar ook op. Dus dat gaat er nog eens $24 vanaf. Dan betaal je ergens, als ik het goed uitgerekend heb, $136 is €130. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je drie plugins voor de prijs van twee krijgt. Ja? Oké. Goed, laat ons nog even die... je ziet het ook, je hebt 30 dagen refund. Mocht het toch niet zijn wat je ervan wilt. En je hebt dus een jaar van upgrades ook nog. Goed, ik ga even nog, zoals ik al zei, Gigapixel AI kort demonstreren, omdat ik dat echt ook wel indrukwekkend goed vind. Dus dit is mijn originele foto. Ja. Dus ik ga dit even opslaan als origineel demo Gigapixel. Oké, goed. Wat ik nu ga doen, is deze foto verkleinen. Ik ga die 4 keer verkleinen. Dus als ik de hoogte en de breedte halveer, dan is hij 4 keer kleiner gemaakt. Oké. Ik ga dit opslaan als verkleind 4 keer gigapixel. En ik ga dezelfde foto ook nog eens opslaan. Dus identiek dezelfde foto, verkleind 4 keer Photoshop. Wat ik nu ga doen, is met respectievelijk gigapixel en Photoshop proberen die foto terug te vergroten 4 keer. Dus ik heb hem 4 keer kleiner gemaakt, ik ga hem 4 keer groter maken. En aangezien ik ook het origineel heb, kunnen we dat allemaal optimaal vergelijken. Oké, goed. Ik ga er 1 laag van maken. Ja, oké. Nu, Photoshop, als je foto's in Photoshop wilt vergroten, wat kan je doen? Wel, de klassieke manier is eigenlijk afbeelding, afbeeldingsgrootte. En dan geef je hierin bijvoorbeeld bij breedte 200%, bij hoogte 200%. En dan de beste manier is eigenlijk bicubic smooth of bicubic smoother enlargement. Dat is de beste manier, maar echt geweldig goed is dat niet.
Nu is er een nieuw algoritme in Photoshop, een neural filter, dus een artificieel intelligentiefilter, dat beter is. Maar het probleem is, het is eigenlijk bedoeld om foto's te kroppen. Het is niet bedoeld om foto's op te blazen. Maar je kan wel, en dat is een tip die ik je meegeef, als je zegt, ik wil af en toe eens een foto vergroten, maar ik heb geen zin om een gigapixel te kopen. Dit is een handig trucje wat ik nog nergens op het internet gezien heb. Ik heb het zelf uitgevonden, denk ik dan. Zodanig om het neural filter te kunnen gebruiken. Wat gaan we doen? We gaan, dus als ik die foto 4 keer wil vergroten, wat ik ga doen, is ik ga de canvasgrootte vergroten. Dus ik ga mij zetten hier bij canvasgrootte op procent. En ik doe de hoogte en de breedte op 200%. Ja? En nu ga ik dus niet meer vergroten, maar ik ga gewoon kroppen. Maar ik heb de foto eerst zelf groter gemaakt, snap je? Dus het is een ommetje om eigenlijk het artificiële intelligentie kropgereedschap te kunnen gebruiken in Photoshop. Waar zit dat? Dat zit in filter, neural filters. Hier in de superzoom. Als je dat de eerste keer gebruikt, gaat dat even moeten downloaden. En hier kan ik nu zeggen van, kijk, ik wil 2 keer vergroten, 2 keer zoomen. Ja? Ik ga de afbeeldingsdetails verbeteren, ik ga de JPEG-artefacten verwijderen, ik ga ook de gezichtsgegevens verbeteren. Ja? Oké. En ondertussen is hij hier bezig, dat aan het uitrekenen. Ja? En ik ga zeggen, als ik klaar ben, oké, doe maar. Goed. Dus we gaan eventjes onze origineel demo gigapixel erbij halen. Ja. En ik ga hier even de vorige die ik daar had, verkleind via Photoshop. Dus dit is het Photoshop resultaat. Ik ga dit even kopiëren en plakken hierop. Dus wat ik nu ga doen is hier dit gaan plakken. Dus dit is Photoshop-vergroting. We gaan straks ingezoomd kijken. En nu ga ik nog even dus die andere openen, die tweede kopie die ik gemaakt had om te vergroten in gigapixel. En gigapixel, dat is wel een beetje vreemd. Als je die voor het eerst gebruikt, die zit niet in het filtermenu. Die zit in bestand automatisch gigapixel AI. Vraag me niet waarom. Ja. En hij opent zich. En ook Gigapixel heeft weer een hele reeks van algoritmes waar je uit kan kiezen. En hij heeft ook die handige vergelijkingsweergave. Dus ik ga mij eventjes zetten op de ogen natuurlijk. Ik kies 2 keer. Je kan met Gigapixel tot 36 keer vergroten. Maar het is te zeggen 6 keer, maar dat is de lengte en de breedte. Dus dat is 36 keer. Als je 2 keer kiest, dan is dat de breedte en de hoogte. Dus dat is eigenlijk de oppervlakte maal 4. Ik heb hier standaard, ik heb lines, ik denk eigenlijk low resolution. Voor mij gaat het tussen low resolution en standaard. En ik denk dat ik gewoon standaard ga kiezen. En we gaan er niet te veel tamtam rond maken, we gaan gewoon klikken apply. Oké. Ik kopieer deze pixels hier. En we gaan dit hier plakken en dit is gigapixel. En nu gaan we weer gaan pixelpiepen, want dat is natuurlijk leuk. We gaan inzoomen op 100%. Dit is het origineel. Die kwaliteit gaan we natuurlijk niet halen, dat weten we. Dit is de Photoshop-vergroting. Dan zie je toch dat dat een pak softer is. Dit is gigapixel. En dan zie je dat we eigenlijk bijna de scherpte van het origineel evenaren. Als we kijken, het origineel is dit. Dit is gigapixel. Ik vind dit toch verbluffend erop lijken. Origineel gigapixel. Ja. En Photoshop gigapixel. Ja. Dus denk ik toch ook wel weer een spectaculair verschil. En ik heb eigenlijk een hele omweg moeten doen om dat in Photoshop te kunnen doen. Ik heb mijn canvas eerst moeten vergroten en zo verder. Ja. Dit is nog een goede kwaliteits origineel. Als je dan nog eens een JPEG hebt met een beetje compressie in, dan wordt het voordeel van gigapixel nog een pak groter. Enfin, kon je dit maar meegeven voor de mensen die zeggen van ja, kijk, ik twijfel nog of ik de Sharpen AI apart zou kopen of de Image Quality Bundle. Weet dus dat die Image Quality Bundle heeft Sharpen AI
die Noise AI, wat ik nu niet gedemonstreerd heb vanavond, maar neem het van mij aan, het is even goed als Sharpen, maar het is bedoeld voor foto's met veel ruis. En dan natuurlijk Sharpen AI zelf. Oké, ik ga nog even kijken naar de vragen. Menno vraagt, verscherpt ook goed landschappen? Het verscherpt alles, eigenlijk. Dat is het mooie eraan. En opnieuw, zet het op een aparte laag en het gebeurt natuurlijk, het is artificiële intelligentie, het kan soms gebeuren dat het dingen oververscherpt en daarom is het een goed idee om het sowieso op een aparte laag te zetten, zodat je het in Photoshop desgewenst kunt een stukje wegschilderen. Ja? Goed, Frans vraagt, is het ook in het Nederlands? Nee, maar dat is echt geen belemmering, Frans. Het zijn maar een paar knopjes die je moet indrukken en ja, het is niet zoals Photoshop in het Nederlands, bedoel... Je kan aan de limiet gewoon de autostand gebruiken en dan heb je zelfs amper de interface nodig. Oké, goed. Wat is er gebeurd met Mask AI, vraagt Chef. Ja, dat was vroeger een plugin van hun, maar die wordt denk ik niet meer verder ontwikkeld. En ik denk dat dat een beetje is omdat ja, het maskeren in Photoshop is zo goed geworden dat ik denk dat ze zoiets hebben van ja... is de moeite. Of misschien zijn ze hem gewoon aan het updaten, dat weet ik niet. Ja? Maar dat vind ik ook het interessante, en dat probeer ik ook met mijn webinars. Hè, Topaz heeft nog andere producten ook. Ze hebben ook Studio, maar dat is een beetje een alternatief voor Luminar Neo en AI. Maar ik vind persoonlijk Luminar Neo en AI een pak beter dan die Topaz Studio. Vandaar dat je mij nooit gaat horen spreken en nooit gaat horen reclame maken voor die Topaz Studio. Maar langs de andere kant vind ik bijvoorbeeld Sharpen AI wel heel goed, en daar ga je mij dan wel over horen. Dus ik probeer een beetje in de markt van alle plugins die er bestaan, gewoon de beste eruit te kiezen. En soms zit die bij de ene leverancier, en soms zit die bij de andere leverancier. En zoals je gezien hebt, vandaag kunnen we dat perfect gaan combineren. Ja? Oké. Caroline vraagt, ik gebruik enkel Lightroom Classic. Kan ik die Topaz plugins gebruiken? Ja, je kan zowel Topaz als Luminar trouwens ook gebruiken als plugin in Lightroom Classic, absoluut, ja. Oké, goed. Sonja, zelfde vraag, ik gebruik Lightroom, dus geen lagen. Kan ik dan wel Sharpen AI gebruiken? Ja, ik zou zeggen, dat is nog een extra voordeel, want je hebt die laagfunctionaliteit, waarbij dat je selectief de scherpte kan inschilderen, heb je in de plugin zelf. Dus dat is net het grote voordeel. Ja, oké. Zoals je ook ziet, als je na vanavond Sharpen AI of de bundel, de Image Quality Bundle zou aanschaffen, stuur dan je aankoopbewijs door naar morethanwordsbooks@gmail.com. En dat is ook een e-mailadres van mij. Dat is niet mijn gewone e-mailadres, maar dat is het e-mailadres dat ik hiervoor gebruik. En dan ontvang je, volgende week zal dat zijn, de opname van dit webinar. Het zal sowieso te herbekijken zijn tot wanneer dat de actie afloopt, maar als je de aanschaft, dan ontvang je de opname, zodat je het permanent kan blijven bekijken en niet enkel tot halverwege maart. Oké, goed. Eddie vraagt of ik aanwezig zal zijn op de Coxy Kina op 10 april. Ja, daar zal ik zijn. Dat wordt een heel leuke bijeenkomst, want Tom Husseel zal daar zijn, Johannes Tululi zal daar zijn. Dus dat is een beurs die georganiseerd wordt in Kokzijde door Foto Koudenijs in samenwerking met de Fotoclub van Kokzijde, dus dat kijk er al naar uit. Ik ga daar staan voor Godox, met natuurlijk mijn Fuji-camera's. Oké, goed. Ondertussen zie ik qua reacties dat het een duidelijk webinar was. Dank je daarvoor. Ja, het is niet omdat het een testwebinar eigenlijk is voor het webinar van volgende week, dat ik er mij zomaar vanaf maak. Nee, ik vond het zelf ook leuk van te doen. En het leuke is dus, ik heb echt ook weer een aantal nieuwe foto's. Het is dus niet dat ik maar twee foto's heb in mijn bibliotheek waar dat Sharpen AI toevallig heel goed op werkt en dat al de rest het totaal niet werkt. Nee, ik heb vanavond foto's gebruikt die ik nog nooit gebruikt had. Foto's ook die van jullie komen. En je ziet, er zijn foto's te vinden waar het niet gaat omdat ze te blurry zijn natuurlijk. Ja, de software kan kleine mirakels doen, maar is ook niet helder zien natuurlijk. Maar als je een onscherpe foto hebt, dan is er eigenlijk, als het met Sharpen niet lukt, dan weet ik niet meer wat het wel zal lukken. Ik zal het zo zeggen. Oké. Bij deze bedankt. Degenen die er maandag terug bij zijn, ik hoop dat het maandag technisch even vlot verloopt als dat het vanavond verliep. En voor de anderen, misschien tot 15 maart op het plugin, retouche plugin webinar. Dat wordt ook heel leuk. Bedankt allemaal voor het kijken en tot de volgende.